Hallo, welkom in mijn huis. Mijn naam is Mehdi van der Riet. Ik woon hier met mijn man Tom en mijn twee kinderen Eden en Sky. Dit is een oude bollenschuur uit 1928. Het hele huis stond helemaal vol met stellages. Dat is allemaal weggehaald. Het was een casco-woning toen wij hier kwamen. We mochten zelf de indeling maken, we mochten zelf de muren plaatsen, we mochten zelf bepalen hoeveel badkamers we wilden hebben en waar we ze wilden hebben. Dat is voor mij ook een beetje het laatste zetje geweest om echt hier verder mee te gaan. Ik heb het zo leuk gevonden, dit proces, dat ik dacht, dit wil ik voortaan altijd doen. In mijn beleving is een industriële woonstijl soms wat rommelig. En daarom hebben we er wel bewust voor gekozen om heel veel items in kasten te plaatsen. En op deze manier hebben wij wat ons betreft een hele warme en mooie woonstijl neergezet. Mijn favoriete woonitem is de zitzak die bij de schuifpui hangt. Het is altijd een strijd wie erop mag zitten. Het is heel fijn om in de zomer met de schuifpui open daar te zitten, lekker in het zonnetje. En in de winter naast de planten met een kopje koffie is het ook een ontzettend lekker woonitem om in je huis te hebben. We hebben zelf in ons huis de lampen boven de eetkamertafel en de keuken gemaakt. Die hebben we door middel van daklashout gemaakt, omdat dat heel goed bij het plafond past. Ook hebben we de salontafel zelf gemaakt. Een paar boomschuiven en een paar poten eronder en dan ben je alweer klaar. Het enige wat je nodig hebt is een beetje fantasie. Ja, mijn favoriete ruimte, het zijn er eigenlijk twee. Ik heb de slaapkamer met de badkamer, die absoluut onze favoriet zijn. Het is er altijd heerlijk vertoeven, lekker warm en eigenlijk alles wat je nodig hebt is daar. Daarnaast is onze keuken absoluut een grote favoriet. Wij vinden het heerlijk om 's avonds, als de kinderen lekker op bed liggen, daar te zitten, lekker samen een muziekje te luisteren en een borrel te drinken. We hebben een industriële keuken met wat strakke accenten. We hebben ervoor gekozen om een kastenwand te maken met grove handvaten, dus zodat je daar wat makkelijker de deuren open kan doen. En het eiland is wel weer greeploos uitgevoerd, zodat je dat strakke wel weer houdt. Ik ben heel erg blij met mijn ingebouwde Siemens koffiezetapparaat. Het zorgt ervoor dat er geen apparaten op het eiland staan omdat die ingebouwd is. Daarnaast kan je met One Touch je perfecte cappuccino zetten. We zijn daar heel erg blij mee dat het elke dag weer een cappuccinofeest is. En ook mijn man die kan zijn eigen koffie voorprogrammeren en met één druk op de knop zijn perfecte koffie zetten. Mijn tip is, zorg dat je genoeg opbergruimte hebt en dat je rust houdt in de keuken. Het is fijn als je binnenkomt en dat je denkt, ja, dit is een fijne, warme, gezellige keuken zonder veel rommel. Dat is mijn tip. Ik vind dat ons huis echt warm is. Je kan de historie van het gebouw heel goed zien. En wij hebben al onze woonwensen hierin kunnen realiseren. En dat maakt het ons huis. De mooie keuken die we hebben. De mooie badkamer die we hebben. De sauna, de wellness die we daardoor mee hebben gecreëerd. Dat zijn allemaal items waardoor het echt ons huis is geworden.